digital en ook sustainability. Dat zijn de twee grote thema's die maken dat bedrijven moeten veranderen in een tempo wat gewoon heel ingrijpend voor ze is. En daar hebben ze hulp bij nodig. Hoe smeet je meerdere bedrijven tot een geheel na een reeks overnames? En wat zijn de antwoorden op de grote thema's waar bedrijven vandaag de dag mee stoeien? We gaan het horen van mijn gast, Han Driessen, CEO van Hiberg. Welkom bij CVD-TV. Han, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, jij weet daar volgens mij over beide thema's wel wat van, hè? Ja, daar voel ik me wel thuis bij. Heel goed, heel goed. Want een reeks overnames, noem ik het. Hoeveel in hoeveel tijd? Ja, wij zijn in 2020 met een investeerder in buy and build reis begonnen. Ja. Waarbij we met twee bedrijven starten, die ik zelf mede heb opgericht. Consultancybedrijven hebben we het over. Ja, het ene bedrijf was een consultingbedrijf, Blinklane Consulting. Ja. En we hadden ook Gladwell Academy, dat was een trainingsbedrijf. En samen hebben die zich ontwikkeld in 15 jaar tot een dienstverlener die consultancydiensten en trainingsdiensten levert op het gebied van transformation consulting. Dat is ook een grote term. Ja. Maar die bedrijven helpt eigenlijk een moderne versie van henzelf te worden. Dus wat nogal noodzakelijk is vandaag. Is noodzakelijk, want er staat enorm druk op het grootbedrijf met name, maar ook publieke organisaties. Als gevolg van digital en ook sustainability. Dus dat zijn de twee grote thema's die maken dat bedrijven eigenlijk moeten veranderen in een tempo. En op een manier wat gewoon heel ingrijpend voor ze is. En daar hebben ze hulp bij nodig. Grote bedrijven, overheden heb je het met name over, zeg je dan. Een buy-and-build strategie voor die mensen die zitten te kijken. Wacht even, help me even. Het jargon is nogal intensief als het gaat over die wereld. Maar een buy-and-build strategie, eigenlijk zegt het letterlijk wat het is. Maar kun je ons even meenemen in die strategie, wat dat inhoudt? Ja, dus wat je doet is dat je bedrijven zoekt die passen bij je strategie en bij, laten we zeggen, het eindplaatje wat je voor ogen hebt, wat je wilt bouwen. Mm-hmm. En die bedrijven sluiten zich dan aan. En voor ons is het belangrijk, want het zijn allemaal consultingbedrijven over het algemeen. Yeah. En dat is people business. Mm-hmm. Dat de eigenaren van die bedrijven ook dan vervolgens eigenaar worden van het geheel. En mee gaan helpen aan de verdere. En mee gaan helpen. En dus inmiddels is het zo dat we 5 bedrijven hebben toegevoegd. Het zijn allemaal boutique consultingbedrijven. En dat we in het totaal nu met 35 aandeelhouders zijn, waarvan er eentje een private equity firm is uit Duitsland. Want die het hele boeltje sponsort. Zeg maar. Ja, en dan zit er waarschijnlijk ook nog bankfinanciering bij, of ja, niet? Ja, er zit ook bankfinanciering bij, zodat we, dat heet dat technisch leverage buys kunnen doen. Ja. En op basis van een hoog rendement de groep kunnen bouwen. En het doel is om een Europese consultingorganisatie neer te zetten die dat grote internationale Europese bedrijf en grote lokale organisaties kan bedienen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook iets heeft van boutique DNA, iets kleins. Mm. Want het consulting speelveld is vrij traditioneel. We hebben de strategie consultants, dan de Big Four met Accenture en dan heel veel boutique partijen. Mm-hmm. En die boutique partijen die hebben vaak fantastisch management. Consultants die heel erg betrokken zijn bij hun werk, goede klantrelaties, de partners werken mee in de opdrachten en dat wordt door klanten enorm gewaardeerd. Mm-hmm. Maar er zitten ook beperkingen aan. Ten eerste vaak de propositie die ze hebben is beperkt. Dit is wat wij doen, dit is ons specialisme, maar ook de regio waarin ze actief zijn. Dat levert ook vaak beperkingen op. En voor die ondernemers die dan zo'n succesvol boutique consultingbedrijf runnen, is het best wel lastig om daar echt helemaal uit te komen of door te groeien. Of te zeggen, nu gaan we naar Duitsland. Ja. Of nu gaan we een hele nieuwe productlijn openen. Ja. Dat is heel kostbaar en risicovol. En je ziet dat die organisaties vaak ook een partnerstructuur hebben met een aantal eigenaren. Mm-hmm. En die hebben gewoon een hele mooie business. Op een gegeven moment hebben ze een leeftijd bereikt zoals ik vaak. En dan denken ze, hoe gaat dat nu verder? Ja. En daarvoor is het platform wat wij nu hebben met Hiberg een uitstekende mogelijkheid om dus eigenlijk een nieuw perspectief te hebben waarbij je met gelijkgestemden, mm-hmm, eigenlijk een hele nieuwe toekomst hebt en een hele nieuwe scope. En we dat en financiële middelen om in een versneld tempo te groeien en uit te groeien. Ja, maar hoe hou je die charmante boutique cultuur vast als je zo groot wordt? Dat is de allergrootste uitdaging. En daar zijn we zelf bij, want je gaat automatisch zoeken naar hoe organiseren we dit goed. Shared services, standaarden. Waarom rollen we deze practice
deze best practice die we hier zien bij dit bedrijf, niet nu uit over alle bedrijven. Mm-hmm. En ik denk dat dat goed is om zo te denken, omdat waar wij naar streven is niet een house of brands te bouwen. Met alleen zeg maar eigenaarschap op een hoog niveau en mensen die daar. En voor de rest doe je maar je eigen ding. Ja. En dat doe je je eigen ding. Dat vind ik niet uitdagend genoeg. Plus, dat levert denk ik ook niet de toegevoegde waarde op voor onze klanten die we zoeken. We willen juist een dienstverlening bieden die breder is dan van de individuele company. En waarbij klanten ook niet hoeven te navigeren door ons huis, maar wij gewoon die dienstverlening aanbieden. En ook voor onze mensen is het belangrijk dat ze veel meer mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen, een carrière te maken. Maar hoe hou je die boutique-cultuur vast? Bij elke stap die je maakt, afwegingen te maken van gaan we dit doen of doen we dit niet? Is dit te veel corporate? En dus dat moet je ook waarborgen. Zit bijvoorbeeld in onze structuur. We hebben een professionele board. Ik ben de CEO, er is een CFO en er is een management team. En daaronder hebben we een celstructuur. Ken je misschien nog wel van Eckhart Winsen. Ja. Waarbij partnerteams als collectief een verantwoordelijkheid dragen voor een regio of een gebied of een bepaalde capability. Hm. Daar zijn we ook voorzichtig met incentives. Die zijn collectief, zoals partnergroepen met elkaar werken. De ene keer heb jij een goed jaar en dan de andere keer. Maar je deelt met elkaar die verantwoordelijkheid. Dus het is een hybride besturingsmodel. Maar dat laat onverlet dat het belangrijk is om telkens te denken van gaan we deze stap zetten of niet. Ja, want je hoort ook natuurlijk veel kritiek, zeker als je kijkt naar de grote bedrijven in jouw sector, over de klassieke partnerstructuren. Hè? Wat dan even clichématig wordt neergezet van nou, dat houdt in dat als je daar als twintiger binnenkomt, dat je tot je 50ste 100 uur per week kutklusjes kan doen. En dan word je ooit, mag je misschien een keer inkopen als partner, om het maar even heel chargerend te zeggen. Hebben jullie dat anders, echt anders ingericht? Ja, maar dat hebben we niet nu hoeven doen. Mm-hmm. Want dat was bij de bedrijven die bij ons komen al het geval. Als je een kleinere organisatie hebt, laten we zeggen 40, 50 mensen, en je hebt 4, 5 partners, en je bent succesvol bij grote bedrijven in de markt, dan moet je ook verantwoordelijkheid delen, initiatief laten aan je organisatie en aan de mensen. En dan krijgen, is mijn ervaring, jonge mensen al veel meer kansen dan in een traditionele grote partnerorganisaties, waar ook teams altijd gelaagd worden samengesteld en waarbij als de partner spreekt, de ander niet spreekt en dat je zoveel jaar in de listfase moet zitten en dan junior. Ja. En dan. Dus bij ons is het al wat meer meritocratie. Dat is nou eenmaal omdat die kleinere bedrijven denk ik gewoon zeggen, hey, dat is een talent, kom maar mee. Mm-hmm. En mensen ook kansen geven. En dat hebben we meegenomen. Dat is denk ik, als je het ook hebt over boutique DNA, we nemen dat mee. Dus het is ook een kwestie van, hey, wat willen we niet verliezen? Ja. En wat houden we? Ja. En wat kunnen we met elkaar beter organiseren? En daar de balans in vinden. Een van de thema's die natuurlijk vandaag de dag ook enorm aan de orde zijn, is zeker als we het hebben over het recruiten van jong talent, is diversiteit. Ook daar valt volgens mij, ik scheer jullie even over één kam, maar als ik bij de grote consultants naar binnen loop, is dat niet altijd. Dat ik denk zo, dat is een hele diverse samenstelling hier. Hoe zit dat bij jullie en wat is jullie strategie en jullie acties daarop? Ja, daar zijn we heel erg mee bezig. We hebben een qua diversiteit, qua cijfers zitten we best goed. Ook een heel groot aandeel vrouwen. Ik denk volgens mij is dat al groter dan het aandeel mannen. Dat is wel wat anders op het moment dat je naar het bestuur gaat kijken. Hè? Want daar is het toch altijd wel weer een uitdaging. Heeft denk ik ook met levenskeuzes te maken. Maar we proberen dat echt goed te faciliteren. Mm-hmm. Voor ons is het ook belangrijk dat er veel diversiteit in de groep zit. We zijn bij elkaar gekomen nu met 7 bedrijven die ook allemaal een andere cultuur en een andere achtergrond hebben. Dus dat zou je ook zeg maar diversiteit op bedrijfsniveau kunnen noemen. Ja, ja. En we zijn bij elkaar aan het komen en aan het zoeken hoe we met elkaar omgaan en succesvol gaan zijn. Mm-hmm. En daar is dus die open mind voor diversiteit en is dan daar gewoon een noodzaak om succesvol te kunnen zijn. Ja. Dus dat nemen we ook mee, vinden we ook heel belangrijk. We hebben een B Corp status al een tijdje. Daar hebben we doelen in afgesproken. Dus het is ook een
gestructureerd op een manier dat we hier bewust mee zijn. En ook voor onszelf nog veel stappen willen zetten. En die spreken we uit en daar zetten we beleid op. Maar wij zijn ook zelf als adviseur worden vaak gevraagd om klanten te helpen moderner te worden. Hè? Dus niet alleen digitaler, maar ook socialer en op ESG, de S en de G, meer diverser en inclusiever. Dus dan moeten we natuurlijk credible zijn en het voorbeeld geven en daar ook zelf ervaring mee hebben. Practice what you preach. Practice what you preach. En je ziet dat, het is zo mooi bij de opdrachtgevers die we hebben, vaak vliegen ze die vraagstukken instrumenteel aan. Dan komen ze bij ons, ja, we willen eigenlijk veel meer van die technologie gebruik maken. Of onze data en AI capability is niet up-to-date en we kunnen geen mensen krijgen. Vullen we vaak dan ook voor ze in en dan helpen we ze bij. En heel veel technische vragen, of het nou in de digital sfeer zit of in de sustainability sfeer, hebben altijd een organisatorische component. De organisatorische component is vaak de beperking. Dus hoe word ik nou een nieuwe organisatie die die capability heeft? En als ik een moderne organisatie wil worden, of als ik mezelf nu projecteer, wat ben ik over 5 of over 10 jaar? Hoe wil ik dat mijn organisatie eruit ziet? Dan komen al die vragen aan bod en dan moet je daar ook op ingrijpen. Als je bijvoorbeeld van grote banken leest, dat publiceren ze natuurlijk ook, wat hun diversiteitsdoelen zijn, dan is dat erg schamel. He, dan gaan ze van 29% naar 31%. He, dus in 5 jaar tijd, zoiets. Hè? Dus dan zie je dat, dan lees je dat, dan denk je, ja, dat is eigenlijk een soort van natuurlijke ontwikkeling die dan, waarvan je weet dat dat wel lukken gaat. Mm-hmm. Of waar je op 5 voor 12 nog net een vrouwelijk of een minderheidsboardmember kan aanstellen. Mm-hmm. En dan heb je dat gehaald. Maar als je echt wilt veranderen, en als je echt, en dat is natuurlijk ook aantoonbaar, de succesformule, diverse teams, inclusieve cultuur, dat je veel meer oplevert. En dus de wens om daar te komen, die is ook echt. Maar als je dat echt wil doen, dan moet je interventies doen. En dan wordt dat heel spannend. En dan moet je keuzes maken. En voor die vraagstukken staan organisaties. En dat is spannend. Dat doen ze vaak voor het eerst. En dat is ook de grootste reden dat wij betrokken zijn bij dat soort... Zijn jullie een zachte heelmeester? Of pakken jullie organisatie dan ook echt aan bij de oorzaak? Want ze komen natuurlijk met kwaaltjes bij jullie. Maar dan zit dit soort thematiek er misschien wel achter. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hoe zitten jullie in de wedstrijd? Hoe confronterend zijn jullie in jullie advies? Ja, ik denk dat we elke opdracht challengen. Hè? Dus dan, het is ook een gekende praktijk dat je eigenlijk ook degene die je de opdracht geeft, eigenlijk gelijk moet bevragen of dat wel de opdracht is die daadwerkelijk moet geven. En wat zijn rol of haar rol daarin is. Dus dat is denk ik echt een goede consultant die doet dat. En die challenged het. En dat is natuurlijk niet alleen maar een lastpak of zo, maar het is wel iemand die gewoon doorvraagt en tot de kern van de zaak komt. Natuurlijk zijn wij ook afhankelijk van wat klanten van ons werk vinden en vinden we het belangrijk dat ze tevreden zijn. Maar er is ook een waarde in onszelf die zegt van ja, heb ik hier goed werk gedaan? Is mijn standaard hier gehaald? Sta ik achter wat ik hier zeg en wat ik presenteer? Dat is, vind ik altijd heel belangrijk en daar heb ik het ook met onze mensen over, dat ze die innerlijke stem, dat ze die ook moeten ontwikkelen en die standaard ook moeten ontwikkelen. Weiger jij opdrachten? Jazeker. Ja. Wat voor soort, onder concreet hoor, maar wat voor soort opdrachten zijn dan typisch opdrachten waarvan je zegt dat doen we niet? Waar ligt dat aan? Nou ja, als het een opdracht is bijvoorbeeld die waarvan het duidelijk is dat er een bepaalde uitkomst al vooraf vaststaat. En jullie zijn de excuustruus die... Wij moeten de stempel erop zetten. of soms zit het ook op een expertise die niet helemaal tot onze kern behoort. Of kan het ook in de dynamiek zitten met de opdrachtgever. Maar over het algemeen vinden wij het ook interessant om het gesprek aan te gaan. En te zeggen, ja, volgens mij moet je dit willen. Ja. Maar wij moeten wel onze eigen aanpak kunnen kiezen. Ook ons eigen team kunnen samenstellen. En dat...
terwijl ik dat zeg, is het ook van belang dat wij ook goed met de klant samenwerken. Hè? Want het is niet alleen dat we PowerPoint slides opleveren, mm-hmm. of 5 scenario's waar dan uit gekozen moet worden. Wij implementeren ook echt en helpen ook echt de verandering te realiseren bij klanten. Dus dan moet het ook klikken. En het is niet dat wij met een hele grote groep mensen komen en zeggen van ga maar even aan de kant en over 6 maanden dragen we het aan je over. Nee, we doen het samen met onze klanten. Oké, dus je adviseert, maar het advies wordt ook geïmplementeerd. Ja, we runnen ook de programma's over het algemeen. Oké. Digitalisering, grote bedrijven, overheden. Wat speelt daar? Ja, ik denk dat het gaat over een aantal dingen. Ten eerste investeringen en de implementatie van digitale tools. Grote schaal. De vraagstukken over welke keuzes moet ik maken. Hoe robotiseer ik dingen? Welke AI-tools kan ik gebruiken? De relatie van intern, dus automatiseren, maar een ouderwets woord te gebruiken. Maar ook relatie met klanten, mijn aanbod, et cetera. Dan denk ik dat er bij de invoering van digitale tools heel veel verandert. En risico's zijn rondom cybersecurity. Privacy, hoe manage ik dat? En dan kom je op het derde punt. En dat is, hoe bouw ik de capability op die ik nodig heb om dit te runnen? Wat ik daarnet al zei, het is een organisatievraagstuk. Dus nu met data en AI, zaken gaan zo snel. Grote organisaties, publieke organisaties, ja, die hebben de mensen gewoon niet om dat te doen. Hoeveel klanten hebben jullie? Ja, dat is zijn een goede tientallen, vraag. Honderden? Nee, dat zijn honderden klanten. Okay. En opdrachten variëren van een paar workshops om gedachten te ordenen. Tot aan grote programma's. Die een aantal jaren misschien wel die, lopen. Die een aantal jaren lopen, maar waar we wel tussentijds stappen zetten. Dus het is niet dat wij opdrachten voor meerdere jaren in één keer verwerven. Maar we hebben wel relaties met klanten die langdurig zijn en waar we gewoon de transformatiepartner eigenlijk zijn. Ja. Dan hebben we sustainability. Als jij nou, laten we maar eens een case pakken. Ik weet niet eens wat jullie case is. Maar laten we eens een case pakken. Als jij nou grote bedrijven, overheden. Als jij nou een Tata Steel zou moeten adviseren. Je hoeft mij echt geen uitgewerkt plan om. Ik gooi je even voor de trein nu. Maar als je nou Tata Steel zou moeten adviseren, welke richting zou jij dan kiezen? Of laat ik het anders stellen. Als jij in de board zou plaatsnemen een tijdje als transformatiemanager, welke richting zou jij dan kiezen? Ik vind het wel een prachtig voorbeeld namelijk van een bedrijf die echt zoiets heeft van, wat moeten we hiermee? Ja. Ja, dat is een pittige vraag, ja. Want ik sta er eigenlijk ver van af. En het is ook niet het sustainability thema per se wat tot onze kern behoort. Hè. Van de ESG zijn wij meer op social en op governance, hè, dus rondom mensen en organisatie. Aha. Maar we helpen wel klanten ook om een toekomstperspectief te schetsen van wat betekent voor mij sustainable zijn en wat is het targetniveau en het perspectief wat ik kan definiëren nu en welke organisatie hoort erbij en wat wil ik dan zijn en hoe ziet dat eruit. Hè? Dus dat is, dat is iets wat we wel met Tata Steel zouden kunnen doen. Mm. Wat is haalbaar? En ik denk dat dat heel complex is omdat je met zoveel stakeholders te maken hebt met een bepaalde, laten we zeggen, vuiligheid die er eenmaal aan het werk zit. En de technologie staat op een bepaald niveau die dan ook wel meehelpt. Maar wat is haalbaar in 5 en 10 jaar? Dus ik denk dat we wel een proces in zouden kunnen gaan, een strategieproces waarbij dat te definiëren is. En dat je dan vanuit een soort target operator model idee zou kunnen zeggen, ja, dit is dan data 3.0. En dan programma's definiëren om daar te komen. En dan ook in die context ook je omgeving kan meenemen daarin. Want ik denk dat is waar het aan schort. En dan krijg je ook natuurlijk veel reacties van mensen die het zat zijn. En dan worden er class actions op getuigd. Ja. En dat is, dus ik denk ook dat het te maken heeft met een realistisch toekomstbeeld schetsen. Daar de juiste interventies en programma's op zetten. En daar je omgeving in meenemen. Ja, ik vraag het ook, omdat ik vraag me af, want het is een soort, je noemt het dilemma, het is bijna een spagaat, hè, dat je aan de ene kant mensen zeggen, jongen, nu
ingrijpen, sluiten die allerergste fabriek morgen. En aan de andere kant, Shell heeft dat natuurlijk ook. Hè. Die zegt, ja, maar jongens, dat kan niet, want... En dan komen ze met z'n allen aan argumenten. Maar wat je dan in het buitenland ziet, is dat nu bestuurders gewoon worden... Die worden strafbaar. Die gaan gewoon het gevangen in. Dus ik vraag me af, is transformatie in sommige opzichten niet... Is er nou revolutie nodig? Of blijft het een evolutionair proces waarbij je altijd rustig transformeert? Ja, nou, ik denk dat... Kijk, Pia Betata wordt ook al... Ja, ze zijn wel... Ja, ik zeg het nogmaals, gaat ook al die kant uit, hè? Ja. Dat het bestuur aansprakelijk wordt gesteld. Ja, precies. En misschien is dat ook geen slechte ontwikkeling. Kijk, maar dan denk ik wel van dat je als... kijk, als je als bestuurder... aansprakelijk bent voor het runnen van een organisatie... die kwade trouw meer uitstoot heeft dan mogelijk zou kunnen zijn... Dan kan je daarop aangesproken worden. Ja. Die ondanks waarschuwingen of boetes of verzoeken om verandering dat nooit doet... dan kan je daarop aangesproken worden. Maar ik denk dat er een bepaalde beperking zit aan de snelheid... waarmee dit probleem op te lossen is. En er blijft behoefte aan de producten en diensten... die geleverd worden door dit soort industrieën... zelfs om de energietransitie te maken. Mm-hmm. Dus de boel sluiten. Maar ik denk dus als je als bestuurder dus nu je ook gaat afvragen... van wat moet ik laten zien en wat moet ik doen... zodat ik iedereen kan meenemen in een reëel beeld... van waar ik als organisatie naartoe ga... Daar heeft het wel aan geschort. Ja, precies. Want hoe integer zitten de grote boardrooms... Ik kom er niet, jij wel. Hoe integer zitten zij in de wedstrijd om de wereld een stukje mooier te maken? Als verantwoordelijkheid, bijna als een van de core businesses van je bedrijf. Nou, ik denk dat als we met z'n allen mee zouden kunnen kijken... in de gesprekken die daar gevoerd worden... dat we daar positief verrast door zouden zijn. Okay. Ik denk dat er veel verandering... maar dat is ook een intrinsiek geloof dat ik heb, van het bedrijfsleven moet komen. He, dus de overheid stelt natuurlijk guardrails en reguleert. Die veranderen nog alles. Maar het bedrijfsleven, ook door natuurlijk de innovatieve kracht die er is en technologie, daar komt de verandering ook daadwerkelijk vandaan. En ik denk dat breed gedragen is... dat men daar positief in staat. Ik denk ook dat het te maken heeft met communicatie... Ja. En met elkaar begrijpen en dingen samen doen. En dus openheid ook, en transparantie in transparantie, waar je mee bezig bent. En dus ook de belangengroepen die aan de andere kant zouden staan... Ja. Om die ook wat dichter als bedrijf bij je te nemen. Zodat daadwerkelijk ook zo'n reis op een realistische manier samen gemaakt kan worden. Spannende wereld. Ja. Ja. Even terug naar jouw bedrijf. Hoeveel mensen heb je nu in totaal? Rond de 400, 420. Private equity die wil vaak, als ze een buy-and-build doen, willen ze ook echt met name buy-and-builden. Dus ik kan me voorstellen dat de reis nog maar aan het begin staat. Wat is jullie groeistrategie? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we op 1/3 van die reis zitten voor het bouwen van dat Europese platform. Ja. Waarbij we zeggen, we hebben een goede dekking. We kunnen het grootbedrijf bedienen. En we houden nog steeds dat nimble idee. We zijn agile en we hebben dat boutique DNA aan onze kant. Dus dat zou 3 keer zo groot kunnen zijn. En dat is geen doel op zich. Het gaat er gewoon om dat we in die ontwikkeling gewoon de klantwaarde kunnen gaan leveren zoals we dat voorzien. En private equity wil er ook wel weer uit, soms. Ja. 3 tot 7 jaar of zo volgens mij, meestal als een horizon. Hebben jullie het daar al over gehad? Of is dat zoiets van, dat zien we dan wel? Ja, dat is geen dagelijks gesprek. 5 tot 7 jaar is geloof ik de standaard. Ja. Maar deze investeerder heeft ook succesvol... langere trajecten geleid en is aan boord gebleven op het moment dat ze denken, nou, er zit nog meer in, er is geen haast. Mm-hmm. Dus ook trajecten van 8 en 10 jaar. En zo sta ik er op dit moment zelf ook in. Een exit van de private equity partij is geen doel op zich, of daar werk je niet naartoe. Mm-hmm. Waar we naartoe werken is het bouwen van een heel mooi bedrijf met elkaar. Dit is consulting.
veel mensen bij ons werken voelen dat het hun bedrijf ook is. Mm-hmm. We moeten ook realistisch zijn dat veel van de voormalige eigenaren van de firms ook mensen achter zich voelen. Hebben een tweede lijn van de dertigers en de veertigers die we ook kansen willen geven. Dat vindt iedereen ook prachtig om te doen. Dus er is een soort van idee van we laten het ook achter of we dragen het over. Mm-hmm. Want we willen iets bouwen wat er gewoon wel straks staat. En daar speelt de private equity een rol in. Maar ook niet een allesbepalende. Nee. Ik wens je heel veel plezier met zowel het uitbouwen van je eigen bedrijf als met name ook met het helpen transformeren van de grote spelers. Want alle hens aan dek, zeg ik. Genoeg uitdagingen. Ik wens je daar heel veel succes en heel veel plezier mee. Dank je wel. En dank dat je mijn gast was. Dank je. En dank je wel voor het kijken. En dank je wel voor het luisteren als je naar de podcast zit te luisteren. Nou, weer een gesprek hier op CVD-TV zoals ik ze zo graag maak. En wil je nou helpen om CVD nog groter te maken? En dan wil jij hieronder op YouTube klikken op subscribe en op het belletje en liken. En daar word ik heel erg blij van. Ben je aan het luisteren naar de podcast? Volg ons ook op welk podcastkanaal dan ook je nu zit te luisteren. Maak je ons enorm blij mee. Ik wens jou ook heel veel succes met ondernemen als je dat aan het doen bent. En blijf vooral kijken. Voor nu, dankjewel. Hoi!